Welkom bij Meal Hero. In de volgende video helpen we jou op weg met jouw slimme stomer, persoonlijke app en jouw eerste maaltijd. Laten we starten met jouw foodbox vol vriesverse ingrediënten. Jouw ingrediënten zijn afzonderlijk verpakt om zo flexibel mogelijk aan de slag te gaan met jouw maaltijden. Leg ze zo snel mogelijk in jouw diepvriezer. Om een overzicht te bewaren, kan je ze per kleur of maaltijd sorteren. Nu gaan we aan de slag met jouw slimme stomer. In de doos vind je een handige quick start guide die je snel wegwijs maakt en de handleiding. Start met het ineenzetten van jouw slimme stomer. Deze bestaat uit een basisdeel. Hierop plaats je de drupschaal met daarop de stoommandjes. Er is één middenmandje en twee zijmandjes. Dit sluit je af met het deksel. Om jouw slimme stomer optimaal te gebruiken, verbind je hem met jouw wifi-netwerk. Neem de gegevens van jouw wifi-netwerk alvast bij de hand. Eerst verbind je jouw smartphone met jouw slimme stomer. Stop je hem in het stopcontact, log in op de Meal Hero app en ga naar Stomer. Geef aan dat jouw slimme stomer nog niet verbonden is met het internet. Schakel je 4G-netwerk uit en ga naar de wifi-instellingen van jouw smartphone. Maak verbinding met het Meal Hero netwerk met als wachtwoord Meal Hero in kleine letters. Ga terug naar de Meal Hero app en kies verbinding maken. Vervolgens verbind je jouw slimme stomer met jouw thuisnetwerk. Selecteer jouw wifi-netwerk, vul jouw wachtwoord in en kies opnieuw voor verbinding maken. Wanneer de verbinding geslaagd is, voert jouw slimme stomer automatisch een laatste update uit. Nu is hij helemaal klaar om jouw eerste maaltijd te bereiden. Vul het waterreservoir. Plaats de drupschaal en de stoommandjes even aan de kant. Het reservoir vul je het makkelijkst met een kannetje of flesje water. Vul met water tot net boven de startindicator. Zodra je het gewenste niveau bereikt, verdwijnt het rode watersymbool. Leg dan de drupschaal en de mandjes terug op het basisdeel. Kies jouw eerste maaltijd uit. Dit kan je doen aan de hand van de suggesties in de app. Neem jouw eerste ingrediënt en scan het gekleurde label op ongeveer 1 centimeter van de slimme knop. Jouw slimme stomer bevestigt met een geluid en ledlampjes geven aan in welk stoommandje het ingrediënt mag gelegd worden. Door het scannen van de ingrediënten weet jouw slimme stomer hoe lang elk ingrediënt precies moet stomen. Herhaal dit proces voor alle ingrediënten. Eén maaltijd bestaat uit 3 ingrediënten. Kook je voor 2 personen, dan scan je in totaal 6 ingrediënten. Per stoommandje bereid je 1 ingrediënt. Alles gescand? Sluit jouw slimme stomer af met het deksel en druk met je duim 2 maal kort na elkaar op de slimme knop. Het stoomproces is gestart. Jouw slimme stomer telt samen met jou af tot jouw maaltijd klaar is. Wanneer de maaltijd klaar is, word je op de hoogte gebracht via een geluidje of notificatie. Jouw maaltijd is klaar. Omdat het deksel van jouw slimme stomer warm kan zijn, gebruik je best handschoenen of een handdoek. Het deksel kan je gebruiken als dienblad voor jouw stoommandjes. Zo kan je jouw maaltijd handig opscheppen. Smakelijk!